Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland, maar ook opklaringen. Vooral boven de Noordzee zitten de meeste buien, maar die buien trekken in de loop van de ochtend snel het binnenland in. Daarbij kan het onweren enkele keer ook hagelen. In het zuidoosten en oosten blijft het nog enige tijd droog, daar komen de meeste buien pas vanmiddag. Vanmiddag trouwens ook de zwaarste buien, dan kan het echt af en toe flink hozen. Temperaturen lopen op naar zo'n 16 tot 18 graden, maar tijdens een zware bui daalt het kwik naar 12 graden. De windwaarde uit het westen is in binnenland matig, 3 tot 4 bofoor, aan zee af en toe vrij krachtig windkracht 5. En net als de afgelopen dagen neemt vanavond de buiigheid weer af en vannacht vallen de meeste buien dan in de kustprovincies. Morgen overdag breiden de buien zich weer richting het oosten uit, maar er zijn wel minder buien dan vandaag en de zon krijgt wat meer ruimte. Daardoor kan de temperatuur een graadje winst boeken en wordt het 17 tot 19 graden. Maandag komt er meer bewolking. Gaat het enige tijd regenen of motregenen? Vooral het westen en zuiden maken daar kans op. Dinsdag wordt een echte regendag met weinig ruimte voor de zon. De temperatuur gaat wel een graadje omhoog. Woensdag, donderdag en vrijdag wordt het lokaal 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.